Waar we nu mee gaan beginnen is het zorgen voor vrijwilligers. Dat hebben we vanavond ook gedaan. We hebben een informatieavond gehouden om te kijken of we mensen kunnen vinden die ons gaan helpen. En waar we mee bezig gaan is het zorgen voor teams. Hoe meer teams, hoe vroeger de teams er zijn, hoe meer geld er binnenkomt. Het is een 24-uurs estafette. Dat betekent dat er 24 uur achter elkaar moet worden gewandeld. Is dat niet bijzonder zwaar? Ja, en daarom doen we dat ook in een team. Een team bestaat uit 10 tot 15 personen, zodat je schema's kunt maken dat je niet continu natuurlijk hoeft te lopen. Je kunt net zo lang of kort lopen als je zelf wil. Wil je een uurtje lopen, kan dat. Wil je 3 uur lopen, kan dat. Dat ligt eigenlijk aan je eigen indeling. Is het de eerste keer dat er hier in Almelo zoiets wordt georganiseerd en is het in meer plaatsen georganiseerd? Ja, volgend jaar wordt het in 7 onsomringende plaatsen georganiseerd en het is inderdaad de eerste keer in Almelo. De bedoeling is dat de teams worden gevormd, dat de teams zich aanmelden. Ze betalen een prijs om daaraan mee te mogen doen. Maar tevens moeten ze zelf zorgen dat er geld binnenkomt om hen te sponsoren. Dat klopt. Als je lid wordt van een team betaal je 15 euro inschrijfgeld. En vervolgens ga je met je team aan de slag om zoveel mogelijk geld binnen te halen. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan het bakken van oliebollen richting het einde van het jaar. Daar kun je geld mee verdienen en dat komt dan weer ten goede van je team. En zo weer voor KWF Kankerbestrijding. Ik hoorde net dat een van de dames in Zwolle, waar het ook georganiseerd is, 500 cakes bakte. Ja, dat klinkt heel goed. Ik hoop dat dat geïnspireerd heeft hier. En dat een van de dames hier zegt, joh, maar dat kan ik beter. We zijn nu bezig met het inrichten van die commissie Amusement en Catering. En die gaat ervoor zorgen dat er optredens zijn van bandjes, dat je clinics kunt hebben hier, dat voor de kinderen wat is, dat er een hardloopwedstrijd is. Nou, eigenlijk wat we met elkaar kunnen bedenken en wat we leuk vinden, dat kunnen we gaan organiseren. Ook het sportbedrijf Almelo heeft vanuit de gemeente toegezegd om daarbij te gaan meewerken. Kan je aangeven wat nu de eerste prioriteit heeft? Ja, het vinden van vrijwilligers en het vinden van teams. En dat betekent dus dat via dit omroepkanaal er een oproep gedaan wordt om te zorgen dat vrijwilligers zich gaan melden. Waar kunnen ze zich aanmelden? Nou, het is mooi dat u dat zegt, want ik zou eigenlijk wel een stapje verder willen gaan. Ik zou wel willen vragen of jullie zelf ook bereid zijn om een team te vormen en ons, met ons mee te lopen. Misschien ook wel vrijwilligers te leveren die we kunnen helpen met het organiseren. En het aanmelden, dat kan via Anouk Averes, die is hier vanavond aanwezig. Zij gaat binnenkort een nieuw e-mailadres via Facebook lanceren en daar kun je op aanschrijven. Als ook dat we net hebben gehoord dat je online kunt aanmelden. En waar moet men dan kijken? Dan moet je kijken bij Samenloop voor Hoop Almelo op Facebook. En alle informatie over die samenloop die op 10 en 11 juni wordt gehouden in 2017, is daar te vinden? Die is daar te vinden, als ook op Twitter, als ook op LinkedIn. Met andere woorden, mensen die kijken, mensen die luisteren, zorg dat je erbij bent. Ja, absoluut. Ik zou iedereen die luistert inderdaad willen oproepen, kom ons helpen. Of loop mee, of doe beide. Er is voor iedereen wel een plekje en er is altijd wel wat je zou kunnen doen als je wil helpen. Je bent van harte welkom. We blijven jullie het komende half jaar volgen en we hopen nu alvast op mooi weer op 10 en 11 juni. Helemaal goed en ik hoop jullie als team te mogen ontvangen.